Het einde lijkt inzicht en Gordon is dan ook al dagen boos om het feit dat hij veel kritiek krijgt op zijn valse gezang tijdens de presentatie van zijn nieuwe album. De man die jarenlang zangtalenten heeft afgekraakt in tv-shows als Idols en X-Factor, houdt niet van de kritiek op zijn eigen zangkwaliteiten. Hij roept bovendien de hele tijd dat de beelden van zijn valse gezang afkomstig zouden zijn uit de repetities. Dat is een leugen, reageert Wilfred Gené. Voor de duidelijkheid, het waren de echte opnames. Hij roept steeds dat het de repetities waren. Maar we hebben het nagevraagd bij Show en ze mochten echt niet bij de repetities zijn. Dit is gewoon de uitvoering, zegt de presentator in de uitzending van vandaag in Zeit. Johan Derksen denkt dat Goden gewoon geen goede zanger meer is. Die Goden zou niet door de audities van de Voice komen nu. Die zou helemaal niet door een voorronde komen. Als hij nu voor een jury een liedje moet zingen, zeggen ze: ga jij maar buiten spelen. Denk je niet dat als hij die repetities doet. Die goden, dat er een moment komt dat hij denkt: dit moet ik maar niet doen. Roept tafelgracht Joop Knoester. Rookzani Kneteman, ja, of dat er mensen zijn die dat zeggen. Joan, ja, de muzikanten en producers die erbij zijn moeten zeggen: niet doen, jongen, je staat voor lul. Joop, dat is toch zielig eigenlijk? Weet je wat nou nog het trotti is? Dadelijk staat hij in lege theaterzalen en denkt hij dat het repetities zijn. Ha ha ha. Dan komt in de afloop iemand naar hem toe en die zegt, het is klaar. Hahaha, <hazien> grapt René van der rijp. Job vervolgens, ik vind het ook echt een beetje zielig, want ik denk serieus dat die man een patiënt is. Ik denk echt dat hij professionele hulp nodig heeft als je ziet hoe hij reageert op alles. Dat is toch zielig?